Wauw, wauw, wauw. Wat een indrukwekkend duet wat je hier zojuist zag en in ieder geval hoorde. Het was het duet tussen de harp. Je komt later nog terug dan natuurlijk, Marije. Later? Ja. Zo dadelijk ben je, dan ga jij nog... Nou, dat moeten we eigenlijk misschien niet verklappen. Dat jij zo dadelijk nog harp gaat spelen. Dat er hele spannende dingen gaan gebeuren. Wat ik me wel afvroeg, ik zie jou daar zitten naast jouw harp. En natuurlijk met bladmuziek. Heb je dan ondertussen, hou je ook nog wel echt de tap in de gaten? Ja, zeker. Ja. Eigenlijk, dat is een stuk van Caplet. Ja. Maar heeft hij het zo bedoeld? Heeft hij Tepper erin geschreven? Nee. Maar wij bedoelen het zo. Ja. Omdat het namelijk een heel improvisatorisch stuk is. Er zitten heel veel gaten in en heel veel vrije, losse delen. En dat hebben wij dus op een eigen manier eigenlijk geïnterpreteerd. Ja. Laten we zeggen, eigenlijk gearrangeerd een beetje. En ik lees de stukjes eruit, maar eigenlijk... doe ik alles met Marije samen, zeg maar. Ja, precies. Gaaf, Marije. Heb je ongetwijfeld ook even gezien dat iemand het in een uur gaat leren. Wat denk jij? Gaat dat gebeuren? Er gaat zeker iets gebeuren. Ja, er komt geluid uit, zeg maar. Maar wat mij opviel, is dat jij niet alleen maar van het metalen plaatje gebruik maakt, maar ook zelf van het voor. Echt, met je hele schoen maak je geluiden, zeg maar. Ja, klopt, ja. Er zitten twee plaatjes op. Ja. De voorkant is een soort van licht en de achterkant is donker. Maar hier zit bijvoorbeeld je grootste bas helemaal aan de punt. Dat is alleen maar leer. Dan kan je echt een soort zo'n pluizige bol, weet je, als je die op een drum slaat. Ja, 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 ja. En wat is dit nou voor soort tap? Want je hebt twee soorten tappen, toch? Je hebt show en rhythm. Ja, grofweg. Ja. Show, dat gaat eigenlijk om dit. Dat is het hele plaatje met de armen erbij en dat gaat echt om het dansen. Ja. En rhythm tap gaat echt om de tap als muziek. Ja, zoals dat best wel vaak voorkomt in klassieke muziek, toch? Tapdans als... Ja, we hebben best wel vaak, laat ik niet overdrijven, maar we hebben wat geluiden. We zijn al lang blij dat we wat gevonden hebben. Dat het hier bijvoorbeeld. Ja. Je bent zelf, hè? Ja, met het Rotterdamse Philharmonisch. En van wie is dit stuk dan? Dit stuk is van Morton Gould, Amerikaanse componist uit 1953... En hij is eigenlijk het eerste stuk wat echt voor grote symfonieorkest en tapdanser is geschreven. Precies, dat is wel echt geschreven. Ja. Oké, nog een stukje dan. Het is bijna een soort quiz, raad je wat het is? Ja, duet met Nando Russo van het Nederlands Filmmodus. Ja. Jij bent zelf bezig met een project, Radio Kootwijk Live, wat is dat? Dat is eigenlijk een groot laboratorium in Radio Kootwijk, een prachtig oud zendgebouw. Ja, heel erg mooi. Echt een gebouw wat zo open is voor geluid en voor nieuwe ideeën. En daar ontmoeten klassieke muzici mensen uit andere disciplines, van binnen en van buiten de kunsten, om in zo'n kruisbestuiving eigenlijk nieuwe ideeën te ontwikkelen. Oh, echt een laboratorium, ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, een linkje daarvan hebben wij natuurlijk op de site radio4.nl/virus. We horen jou later nog terug. Ik denk dat als de Wereldband straks weer een volgend nummer gaat doen, dat ik jou vriendelijk toch dringend ga verzoeken om op de dansvloer die we gemaakt hebben dit keer in de foyer, om daar ook een beetje een stukje mee te tappen. En natuurlijk op het einde, de grande finale, dan doe je mee. Ja. Bij de kan. Dat doen ze niet, want Balan zet aan. Balan, de oud-wereldkampioen, zet aan. En Tom Bonen komt vroeg uit het wiel, hoor. Hij komt heel vroeg uit het wiel. En gaat Pozzato dan nog mee? Gaat Pozzato nog mee? Of is het gewoon Tom Bonen die gaat winnen? Pozzato, Bonen.